Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me te kennen, ik ben Sarah Verwoord. En ik heb vandaag weer een shoplog. En ik heb vandaag een shoplog van Savoel. Ik heb er al een paar keer shoplogs over gedaan. En ja, dit is eigenlijk een hele goedkope website. Wat super leuke trendy kleding heeft. En ja, het kan eigenlijk een beetje te vergelijken zijn met een Shein. Ja, het is eigenlijk bijna dezelfde Shein. Ik zie ook heel vaak dat ze dezelfde soort kleding hebben. Dus het komt waarschijnlijk gewoon van dezelfde groothandel. En ik heb een samenwerking met hun, dus super leuk. Ik heb namelijk ook een kortingscode, dat is SARAHCV. En dan krijg je 18% korting. Alle items zal ik linken in de beschrijving en de maat erbij zetten. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je zin hebt in de video. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en de notificatiebel aan te zetten. Hierdoor blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats en hoef je geen één video meer te missen. Ik vind het altijd heel erg leuk om shoplogs te zien en ik vind het altijd heel leuk om shoplogs te maken. Dus ja, laten we maar gewoon lekker gaan beginnen. En ik zie dat mijn batterij bijna op is. Nou, maar niet uit, want ik heb nog een batterij. Oh mijn god, ik heb 3 mega pakketten gekregen. Echt. Ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal in zit. De levering duurde ongeveer 1 tot 2 weken, dus dat is wel wat langer. Ik hoef geen douanekosten en zo te betalen, want ze hebben gewoon een Nederlandse website. Dus je kan gewoon bestellen, heeft geen extra kosten te betalen. Ik weet echt dus al niet wat het was, omdat het echt 1 of 2 weken geleden is dat ik iets heb besteld. En ik vergeet wel altijd wat ik heb besteld. Laten we gewoon lekker bij het grootste, bij het bovenste pakket beginnen. Alright. Ja, dit is echt een grap, want ik weet gewoon echt niks meer. Als eerst. Oh, dit is een jurkje. En deze wilde ik eigenlijk gaan gebruiken voor Halloween. Want ik zou een Halloween feestje geven. Maar dat gaat dus niet door de nieuwe maatregelen. Maar het is wel een heel leuk soort jurkje. Ziet er zo uit. En hij heeft hier een soort ja, split wat je omhoog kan trekken. Dus het is alsnog een superleuk jurkje. Misschien voor kerst. Of ja, als ik anders nog een ander Halloween feest ooit in mijn leven ga geven. Want ik wilde zeg maar de duivel zijn. Want ik heb ook duivelsoren. Maar ik ga hem even aandoen. Alright, ik heb het jurkje aan. Ik vind hem echt boven verwachtingen. Ik vind het heel leuk dat dit allemaal zo in elkaar zit. En ik was echt te bang dat hij veel te lang was. Veel te kort, dat hij hieronder loopt. En ja, dit is echt zo leuk voor een Halloween feestje. En gewoon een superleuk jurkje. Dat je dan die duivelsoren op doet. En dat je dan een mooi make-up op hebt en zo. Ja, ik hou er echt van. Ik vind dit ook heel leuk detail dat dit zo lossig is. Jee, deze is goed gekeurd. Helaas heb ik mijn Halloween feest niet. Dat is echt vet stom. Maar ja, het is niet anders. Misschien kan ik hem nog voor een andere keer gebruiken. En het is sowieso super schattig jurkje. Dus ja, heel erg blij mee. Dan heb ik hier een tasje. Oh, dit is echt leuk. Dit is echt een super schattige kleur. Oh, dit is zo... Oh ja, ik weet het al. Oh my god, I'm in love. Beige kleurige tasje. En je hebt dus ook nog een hengsel eraan. Dus wat je kan doen. En dit is ook een lekker ruim tasje. En dat is heel handig als je vlogt. Want heel veel tasjes passen mijn vlogcamera dus niet. En dat is echt niet chill. Maar je kan dit tasje dus... Je kan het tasje dus ook vet leuk zo dragen. Maar je kan hem ook gewoon zo los meenemen. Ja, en dit vind ik echt zo leuk. En ik vind de kleur ook heel erg leuk. Dan... Oh, yes. Like it a lot. Dit is een super leuk schattig topje. Met aan de voorkant dit. En dit is heel erg stretchy aan de onderkant. En ja, dit is gewoon vet cute voor als je gaat uit eten. Of, nou, ik kan niet meer uit eten. Dus dat vergat ik dus. Vandaag was het met Isabel. En ik zeg, zullen we even ergens een koffietje doen? En ze zegt, Saar, dat kan niet. Alle horeca is dicht. Oh ja. Oeps. Maar ik ga deze even aandoen. En ik weet de maat allemaal wel. Maar die staan hier dus niet in. Maar die moet ik even in de mail checken. Dus die zal ik allemaal in de beschrijving zetten. Oh my god. Dit is ook al heel leuk. Kijk hoe schattig dit is, jongens. I love it. Gewoon... Echt, ik ben zo positief verrast al. Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb deze denk ik gewoon in de maat S. Misschien in de maat M. Ik denk eerder in de maat M. Ik zou bij Savoel en Shein en zo alles wel een maatje groter doen. Helemaal excited. De laatste uit deze zak. Oh mijn god. Dit is een heel bouwwerk. Dit is heel mooi. Dat weet ik nu al. Maar dit moet je helemaal knopen aan de achterkant. Dit is dus zeg maar een soort open. Vet leuk.
Maar hoe werkt dit? Dat je het gewoon moet knopen. Ik ga het eventjes aanproberen te doen. Oké, ik ben echt verliefd op dit topje. Van voor ziet het er allemaal heel schattig en leuk uit. But check the back. Jongens. Oh my god. How cool is this? Even serieus. Dit is zo mooi. Dit is zo'n mooi detail. I love it. Yay. Ik ben trouwens echt mega positief verrast over de kwaliteit van de producten. Volgende zak. Oh, ik heb zoveel jasjes. Ik ga stuk om mezelf. Ik koop alleen maar dit soort jasjes, maar ik vind het gewoon vet leuk. Nou, dit is trouwens niet een jasje. Ja, dit kan een jasje, maar dit zou ik eerder denk gewoon als blouse alleen gebruiken. Kijk hoe een leuk printje dit is. Amazing, amazing. Ik ga hem even aandoen. Ja, ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Ik vind het allemaal zo leuk. Het zit leuk, staat ja, perfecte maat gewoon. Niet te groot, niet te klein. Vet leuk om gewoon lekker op een joggingsbroek of een legging aan te doen. Ik bedoel, op een sportlegging. Leuke kleuren, leuk patroon. Gewoon, ja, gewoon een goede kwaliteit. Het ziet er gewoon ja, oprecht goed uit. Alsof het gewoon van Most Wanted of zo vandaan komt. Ja, ik heb er gewoon echt niks over te zeggen. Als het niet goed is, dan zou ik het jullie echt zeggen. Jullie kennen mij, maar ja, tot nu toe heb ik echt nog niks waarvan ik denk van, oh, dat zou ik echt niet bestellen of zo. Volgende. Oh ja. Oh ja, dit is ook heel leuk. Dit is een zwarte truijurk. En als je truijurk zegt, lijkt het heel snel of je trouwjurk zegt. En deze is zwart, hoog. En ja, dit is ook gewoon, ziet er ook gewoon heel goed uit. Dus laat het even aandoen. Oké, deze is mooi. Goed, maar niet zo oversized dat ik eigenlijk zou willen. Ik zou gewoon lekker zo'n grote, wijde, oversized trui willen. En dat is, ja, die niet. Hij is gewoon echt aansluitend. Hij is gewoon niet zo heel wijd. Het sluit best wel mooi om mijn heupen en zo heen. En het is ook best wel leuk gewoon om zo'n zwart, ja, wollen jurkje te hebben. Maar ik wil het meer echt zo'n lekker oversized ding. Dus als je dat echt wil, dan moet je denk ik echt wel een maat of het is misschien zelfs twee maten groter bestellen. Maar hij heeft wel hele leuke gepofte mouwtjes. Dat vind ik echt een heel leuk detail. Dus het is verder prima een jurk. Maar ja, ik had gehoopt dat hij iets groter zou zijn. Dan zijn we lekker in het zwarte thema, zie ik. Dit is... Oh ja, dit is een super leuk zwart topje. En dit kan je ook weer zo aantrekken met die touwtjes. Ja, dat is ook gewoon altijd goed volgens mij. Ik ga het even aandoen. Ook weer heel leuk. Wat kan ik erover zeggen? Gewoon een leuk, simpel zwart topje. Zit goed. Goede maat. Ik vind het leuk detail. Ja, hier kan echt ook vrij weinig fout aan gaan. Gewoon leuk. Ja. Hij is niet heel krop, maar als je hem strakker aantrekt, dan wordt hij natuurlijk wel wat korter. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Dan zie ik hier iets lila. Oh, dit is echt vet cute. Oh, wat leuk. Ik was dit helemaal vergeten. Dit is een lila. Super zacht. Dit is niet normaal. Ik heb nog nooit zoiets zacht meegemaakt. Crop topje. En dit wil ik dus aan. Ik ga het ook meteen aandoen op een lila joggingbroek. Dus ik ga het ook meteen aandoen. Dat heb ik als soort pak in mijn hoofd bedacht. Oké, ik zie dus dat het net een iets andere kleur paars van elkaar is. Maar ja, in principe is dat ook niet heel erg. Op zich, als je gewoon thuis zit te chillen, is het gewoon prima. Het topje zit goed. De joggingbroek komt trouwens van Chiquelle. Heel erg leuke joggingbroek. Ja, op zich staat het best wel cute op elkaar. Het is net een andere kleur paars. Dat is jammer, maar dat was te verwachten. En ik vind het topje bij zichzelf sowieso al vet cute. Fuck, heb ik allemaal besteld. Oh ja, dit is een soort slaappakje. Holy fuck, hoe zit dit? En dit vind ik echt heel leuk. Dit zit dus zo. Ik ga dit niet op beeld aan laten zien. Geen idee hoe dit precies werkt, maar dat zie ik dan wel. Maar dit is echt een vet cute pakje om in te slapen. Love it. Hier een jas, waarvan ik niet wist dat ik deze had besteld. Oeps, want ik heb bijna dezelfde jas. Oh nee, deze is in het kort. Oh, deze is in het kort. Oh my god, deze is zo leuk.
Jongens, check die gouden buttons. Oh my god, I love this. Waarom is alles zo leuk? Ik hou echt van winterkleding, by the way. Echt, in winter kan je zoveel leuke kleden. Oké, dit staat niet hierop. Dus ik denk dat ik even iets anders ga... Ah, boeien trouwens. Ik moet gewoon even hierop aan. Oh mijn god. Jongens, check hoe leuk dit is. Geweldig. Ja, dit is echt een vet leuk jasje. Waarom heb ik alleen maar jassen? Echt, ik heb denk 500 jasjes en dingetjes. Ik ben echt serieus nog nooit zo blij geweest met de bestelling van Savoy. Ik heb hier nog een tasje, zie ik. Oh ja. En dit is... Oh, wat schattig. Kijk hoe leuk dit is. Dit is zo'n baguette bag. En dit heb ook een hengsel. Je kan deze dus zo dragen. Of je kan hem zo dragen. Maar je kan ook gewoon dit zo eraan laten. En gewoon zo dragen. Hij is wel klein, maar op zich is dat ook wel leuk. Om als je soms gewoon een klein tasje nodig hebt. Ik vind hem verder wel heel leuk. En het printje vind ik ook vet, vet leuk. En met de gouden details. Because I love gold. Dan hebben we hier als ene laatste. Oh ja, dit is ook leuk. Dit is een witte, ja, fluffy trui met een rits. En deze zie je ook echt mega vaak voorbij komen. Deze is ook cropped. En deze ga ik even aandoen. Oké, dit klinkt bijna gewoon stom, maar ik vind dit ook gewoon weer leuk. Dit is niet normaal, maar ik vind dit gewoon weer leuk. Gewoon. Ja, zo ziet het eruit. Je kan hem lekker open laten, maar je kan natuurlijk ook de rits dicht doen. Ik vind het juist wel leuk dat hij open gaat en dat je een beetje mijn sieraden nog ziet. Jongens, dit is gewoon geweldig. Ik weet niet wat er met deze bestelling is, maar alles is gewoon leuk. Ik kan er gewoon niet even opbouwen. Ik ben er heel blij mee. De volgende bijpakken. Oh my god. Deze is zo leuk. Ik denk oprecht. Ik heb nu... Dit is mijn 7e geruite blouse. Grap. Dit gaat echt te ver. Maar dit vind ik zo leuk. Blouses. Ik vind het zo leuk. Dit kun je gewoon letterlijk met alles combineren. En het maakt meteen je outfit. Ik vind het echt geweldig. En je kan dit ook gewoon los als blouse op een legging of op een leren legging dragen of zo. Weet je, het is vet leuk. Ha, ik ben helemaal blij. Oh, en als laatste item, kan die het niet beter maken? Ja, gewoon niks over te zeggen. Echt super leuk. Ook gewoon maatgoed. Echt perfect. Deze items zijn echt allemaal dingen wat ik echt zo aan zou doen. En allemaal items die, ja, die je zo bij Most Wanted of bijvoorbeeld Concrete Fashion zou bestellen. Echt precies dezelfde kwaliteit is het gewoon. Ja, ik ben er echt niet normaal goed over te spreken. Echt, het is zo je geld waard, want het is zo, het kost zoveel minder geld. Ja, je moet dan wel iets langer wachten. Maar het is echt het wachten waard. Echt, jongens, geloof mij. Ergens niet blij mee ben, zou ik het echt zeggen. En dat bijvoorbeeld met die truijurk, die zwarte... Die ga ik misschien wel wegdoen, want ja, ik denk dat ik dat gewoon niet snel zou dragen. Ik vind de items echt heel leuk. Vergeet niet mijn code SARAHCV te gebruiken. En hierdoor krijg je 18% korting. Klik op de links in de beschrijving als je de producten wil zien. En ja, bestel superleuke dingen met mijn kortingscode. Ja, het is natuurlijk al goedkoop. En met mijn kortingscode wordt het nog goedkoper. Dus super chill. Ja, ik hoop dat jullie de video net zo leuk vonden als ik. Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet om mijn kanaal te abonneren. Om dat mijn video te missen. Vergeet ook niet de notificatiebel aan te zetten. Hierdoor krijg je namelijk een melding binnen als ik een nieuwe video plaats. Ja, vergeet me ook te volgen op Instagram. Dit is gewoon @SARAHVERWOERD. En ja, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!